Hallo allemaal, welkom op kanaal Creatief met Rebecca. We gaan vandaag weer heerlijk doodelen, of ja, nou ja, ik noem het doodelen. Je kunt ook zeggen een cartoon of een karakter tekenen. In ieder geval, we gaan gewoon vandaag heerlijk tekenen. Ik heb dit schetsboekje, kom bij de HEMA weg. We beginnen nu met de basis, met het rondje en met daaronder het halve maatje. Twee boogjes naar beneden voor de schouders. Oogjes. De wenkbrauwen. Een neusje en natuurlijk een mondje. Zien hoe dit meisje gaan tekenen. Misschien een leuk staartje. En ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Dat jullie een beetje genieten van de meivakantie. Of misschien ben je allemaal weer aan het werk. En geniet je na het werk nog even lekker van de zon. Want het is nu echt een beetje heerlijk voorjaar aan het worden. Hier op de school nog vakantie. Misschien de basis staat erop. Misschien is het ook blauw, dus waarschijnlijk zie ik het niet zo heel goed. Ga ik het inkleuren. Hier op de school nog vakantie. En ik ben vorige week met mijn gezin een weekje naar Denemarken geweest. Het was ontzettend leuk. We hebben heerlijk weer gehad. We zijn dus ook even bij Legoland geweest en daar hebben ze echt een hele leuke achtbaan op dit moment. Die maakt een vrije val naar beneden. Die is dit jaar pas geopend, maar ja, die was echt heel leuk. En ik had er niet echt zien aankomen dat die vrije val naar beneden zou maken. Dus het was echt heel verrassend. Er zit ook nog een andere nieuwe glijbaan. Dat is een soort adelaar. Nou, die is ook echt heel leuk. Dus wat dat betreft, een dagje Legoland is zeker aan te raden. Mocht je ooit in Denemarken komen, of misschien ben je er al wel een keer geweest. Laat me dan weten wat jouw favoriete attractie was. En ik ben ondertussen bezig met inkleuren van een meisje. Verf getest. En ik zal binnenkort even kijken voor een leuk waterverfboekje. En dan kijken we of waterverf zich dan houdt. Ik ben van de week nog wel even een dagje in de stad. En dan ga ik dan even kijken of dat een leuk waterverfboekje is. Het is ook leuke waterverf tekeningetjes kunnen maken. Oogjes. En ik vind deze stijl, het is natuurlijk niet realistisch, maar ik vind deze stijl, die vind ik zelf eigenlijk wel het allerleukste om te doen. Ik vind dat een hele leuke, vrolijke stijl. Soms ben ik even stil, dan kom ik dan gewoon lekker aan het kleuren ben even aan. Het is zoals mijn kleuren is altijd een beetje ontspanning. Ik vind het heerlijk om te doen en dan ook om te kijken hoe dan zo'n karakter dan echt tot leven komt. Ik denk, oh ja, ze ziet de vormen.
met een beetje zalmroze. Hij is soms wat lastig te zien op camera, dat hij gewoon heel licht is. Zo, even kijken voor het shirtje. Mintgroen vind ik wel een mooie kleur. Een beetje pastelkleur. De potloden die ik gebruik zijn trouwens van Holbein. Maar ik heb hier ook wel iets van Lumians. Kranarns liggen, de Lumians. Die heb ik ook wel. Dat, en dit zijn pastelpotloden, maar ze zijn net wat... Een beetje vettig, net wat zachter. Ik heb soms ook wel hele harde potloden, maar deze vind ik altijd wel lekker tekenen. Het is een beperkte etuietje, dat neem ik ook mee op vakantie. Met wat pastelkleuren en primaire kleuren in dit setje. En het setje heb ik ooit bij... Splendid gekocht, misschien wel voor jullie bekend online winkel. Zo, en dan is onze doodelmeisje alweer klaar. En ik hoop natuurlijk dat je weer wat inspiratie hebt opgedaan om lekker te tekenen. En dan wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet je vooral niet te abonneren, mocht je nog geen abonnee zijn. En dan zien we elkaar weer heel snel bij een nieuwe creatieve video.